Ik wil met u, meneer Van Duivenbode. We kennen het verhaal dat u een tijd geleden, ik zeg nu even ruim een jaar, bent u uit de ledenraad gestapt. U volgde ontwikkelingen inmiddels op een afstandje. Over de laatste ontwikkelingen hebben we u nog niet gehoord. Hoe kijkt u daar eigenlijk tegenaan? Ja, wat zijn de laatste ontwikkelingen? Nou, laten we zeggen de afgelopen weken. Het opstappen van het bestuur. Ik kan me dat wel voorstellen. Kijk, als je raad van commissarissen bent, voel je nop. En je krijgt 4, 5 maanden lang. Word je ergens neergezet op een manier waarvan je zegt, moet ik dat nog langer doen? En dan kan ik me voorstellen dat zo'n raad van commissarissen, los ervan dat ze misschien een aantal zaken zeker niet goed gedaan hebben, voetbaltechnisch. Nee. Maar dat is nog geen reden om mensen op een gegeven moment op een dusdanige wijze neer te zetten. Dan zou ik misschien, als ik in zo'n situatie zou ik ook gezegd hebben, jongens, zoek voor mij lekker een ander. Ja. Kunt u specificeren, dusdanige situatie nou, neergezet ja, worden? Nou, laat ik gewoon een voorbeeld geven. Ik heb het gisteren ook tegen Jaap de Groot gezegd. Je zal maar in de krant staan met een kruis door je hoofd heen. Dat lijkt me nou niet de meest plezierige gang van zaken. En het rare ervan vind ik, het zijn volwassen mensen. Want ik wil niet over partijen praten. Het zijn allemaal Ajax-sieten die het beste met Ajax voor hebben. Dat die er niet uit hebben kunnen komen met elkaar. En ik zou nou wel eens echt willen weten waarom zoiets gebeurt. Je hoort verschillende meningen. Nou, je bent er zelf niet bij. Maar het rapport, heb ik begrepen, dat zou zo 1-op-1 overgenomen kunnen worden. Als het juist is. Dus het ging alleen om namen van mensen. En dan denk ik, hebben al die mensen wel eens het woord tijd gehoord? Tijd. Tijd is ruimte creëren. En je kan daar heel veel mensen wegsturen, dan krijg je anderen voor terug. Maar je kan ook zeggen, wat kan ik met die mensen op een andere manier doen? Kan ik ze gewoon nog inpassen? Kan ik ze de kans geven, los ervan, of het allemaal mensen zijn die weg moeten? Hè? Want ik zou over een trainer geen oordeel hebben als ik hem niet zeker een maand gevolgd heb. Geef ik geen mening over een Eerst trainer. Eerst weten wat iemand kan. Ik wil weten wat iemand kan. En als iemand dan het niet waar kan maken, nou, dan houdt het op. Dan heeft hij nog altijd een contract of zijn contract loopt af. En als zijn contract afloopt, nou, dan neem ik afscheid. En als zijn contract niet afloopt, dan moet ik misschien op een andere manier denken. Maar met die jeugdcontracten zit het schijnbaar tegenwoordig zo dat je 3 maanden voorop moet zeggen. Maar als ik contracten op moet zeggen, dan kan ik ook zeggen, wacht eventjes, dit contract loopt nog een jaar. Laten we de tijd nemen. Misschien op een andere plek neerzetten. Maar dat men er niet uitkomt, daar begrijp ik helemaal niets van.